Mijn naam is Klaas Blokland. Ik hoor al een aantal mensen, dat vind ik altijd weer geweldig. Ja, nee, ik ken u wel. Ik ken u vanuit de krant, van de stukjes die u altijd schrijft. En denk, nou, dat is dan toch altijd weer aardig binnengekomen dan, hè? Nou, ik schrijf niet meer. Voorlopig niet in ieder geval. Maar ik heb me wel bewust eigenlijk min of meer geconcentreerd op het fenomeen babbeltrucs. En babbeltrucs, dat is ook hier in Sliedrecht de laatste jaren best wel toegenomen. En ook niet verwonderlijk. Ook niet verwonderlijk. Alles is tegenwoordig super beveiligd. De banken zijn beveiligd, de benzinestations zijn beveiligd, de winkels zijn redelijk beveiligd met camera's. Maar wat niet echt beveiligd is, dat zijn wij met elkaar. Wij hebben geen camera's ophangen in huis. We hebben geen mooie geluidsapparatuur die allerlei dingen opnemen. Nee, er wordt gewoon aangebeld en er staat daar gewoon een wildvreemde kerel of een wildvreemde vrouw voor de deur. Netjes gekleed, niks mis mee. En die komt met een of ander smoesje aan de deur. En dan trap je in, iedereen. Dat is gewoon logisch, want we zijn nog steeds goed van vertrouwen. En dat moeten we ook zeer zeker blijven. We moeten blijven geloven in de medemens. Absoluut, want als we dat niet meer doen, dan kunnen we eigenlijk net zo goed stoppen. Maar we moeten wel proberen om er een verschil in te zien. He, dat onderbuikgevoel, dat moet een beetje gaan werken. He. Van joh, dat vertrouw ik niet. En hoe ga je daar dan verder mee om? Gasten die zich uitgeven van iemand van de thuiszorg, van het Rivas. Ik heb het zelf meegemaakt, dat was vorig jaar. In een flat. En die mevrouw die had net haar lunch op, haar warm eten op tussen de middag. Ze had de deur niet afgesloten, woont gewoon in een flatje, in een verzorgingscomplex. En die zat net lekker uit te buiken in de stoel, lekker een beetje zo in het zonnetje achter het raam. Zo. En in ene keer wordt ze min of meer wakker en staat er een knul midden in de woonkamer. Die was gewoon door de deur naar binnen gegaan, want ze had de zaak niet afgesloten, omdat ze slechte been was. En zij wil dus dat die zuster altijd heen en weer kon lopen, zodat ze zelf niet die deur elke keer hoefde te openen. En ook voor haar familie was het wel handig. Die knul die staat daar midden in huis, die mevrouw wordt wakker. En die zegt, wat moet jij hier? Ja, ik ben van Rivas. Ik ben van... En nou ligt er, en dat komt jullie misschien best wel bekend voor, een soort logboek ligt er altijd van het Rivas op de tafel. Hè? En hij gaat gewoon aan de tafel zitten en hij gaat zitten schrijven in het logboek. En als schrijvende, zonder die mevrouw aan te kijken, zegt die mevrouw, ik noem maar wat, mevrouw Jansen. U moet nog een nieuw pinpasje aanvragen bij de Rabobank, lees ik hier. Daar kan ik wel even voor zorgen. Wat is uw pincode? Want anders dan krijgen we... En die mevrouw die gaat er gewoon helemaal in mee. Die dacht werkelijk dat hij van het Rivas was. En waarom dacht ze dat achteraf? Alleen maar vanwege het feit dat hij in het logboek aan het schrijven was. En zo, het zijn van die kleine elementen die je toch triggert op een of andere manier. Ik zou eigenlijk een winkelwagentje willen pakken. Maar ik heb alleen maar 2 euro. En die gaan er niet in, hè? Nee. Dus zou u die misschien voor mij kunnen wisselen? Nou, het zou wel gaan. Nou, dat zou wel heel fijn zijn. Ja. Dat is toch wel handig, hè? Zo'n karretje. Ja, zeker. Zo'n eigen boodschap bewaren. Ja, ik ben er ook heel erg blij mee, dat hoor. Geloof ik, ja. Ja, niet dat je top met munten en zo. Nee. En brengt je zo thuis. En deze brengt de boodschappen tot aan de deur. Ja, dat geloof ik, ja. Maar als u misschien mij zou kunnen helpen, dan. Ik geloof dat ik zie al het een en ander zitten, hè? Dan. Hier heb ik al een euro. Oké, dan deze, ja, en hier zit geloof ik ook nog wel. En deze? Ja, oké. Ja, oké, ik heb hem bijna. Nog één keer. Ja, zo ben ik er. En u 2 euro natuurlijk, hè? Nee, prima zeg. Ik ben helemaal gered. Hartstikke fijn. Plezierige dag nog, hè? Ja, hetzelfde. Dag, het is 9,25 euro alsjeblieft. Ja. Ja. Ja hoor. Ja, ik ben er in de trap. Sorry, wat bedoelt u? Die leuke meneer daar natuurlijk bij. Oh. Wat is er, mevrouw? Ik zo stom zijn die heer met het wisselen. Oh, ik ga gelijk naar de politie. Ik ga niet eens het aan hoor. Ik ga niet afkrijgen. Mensen, het is natuurlijk een verhaal met allerlei punten. Maar ik wil toch dit even benadrukken. We moeten wel vertrouwen houden in elkaar. Hè. Het is niet zo dat we achter elke boom een boef moeten zien en dat heel Sliedrecht slecht is. Heel Sliedrecht is nog goed op een enkeling na die boze bedoelingen heeft. Maar over het algemeen zijn de meeste mensen best nog wel te vertrouwen en zijn echt goede mensen.
Maar een kleine groep die senioren via babbeltrucs bestelt. En die kleine groep, daar moet ik ook eerlijk in zijn, ik ken geen enkele Sliedrechter die dat gedaan heeft. Het zijn altijd gasten van buitenaf. Die met de trein hier naartoe komen, met de bus of met de auto. Maar het zijn altijd gasten van buiten Sliedrecht over het algemeen. Maar nogmaals, geen garantie. Oh, we hebben nog een tekentjeswijsheid. Ja, dat moeten jullie aanspreken. Vertrouwen wordt verdiend met vele daden, maar kan met één daad verloren gaan. Of met andere woorden, vind ik ook eigenlijk wel een mooie. Vertrouwen komt te voet, maar gaat heen te paard, hè? Zo ongeveer. Hè? Ja, vind ik heel mooi. Ja. En zo is het wel natuurlijk. Hè? Deze mevrouw die vertelt ook net, mevrouw Abrahamsen. Je hebt er een hele lange tijd last van. Niemand vertrouwt je meer. Elke buitenlander bij wijze van spreken is in jouw beleving al een crimineel. Terwijl het gewoon niet waar is natuurlijk. Maar die beleving, dat overkom je. En dat kan nog een lange tijd duren. We hebben niet voor niks het bureau slachtofferhulp. Hè? Kunnen wij iets als burger doen? Ja. Door goed op te blijven letten wat er om je heen gebeurt. Als er wat gebeurt, en ik snap het best wel, de commotie neemt toe, de adrenaline neemt toe, maar probeer bij wijze van spreken een kenteken te noteren van een auto waarin ze wegrijden. En misschien is het helemaal niks, maar we hebben een kenteken aan de tafel, kunnen we door rechercheren. Probeer signalementen te onthouden. Zonder dus dat je daarin te overdreven gaat doen. Maar als iemand een kale kop heb, ja, dan valt het op. En probeer dat dan in ieder geval vast te houden. En als er ook nog iemand is die een bril draagt en twee oorbellen in heb, ik noem maar wat. Probeer dat vast te houden. Kleine specifieke dingen. Die ja. En een kenteken of een merk van een auto, dat zou heel fijn zijn. Op die manier kunnen we ons helpen. En ja, probeer elkaar ook te coachen. Als iemand staat te pinnen. En ik weet het is moeilijk om iemand aan te spreken. Maar als iemand buiten staat te pinnen en je hebt de indruk dat een andere partij daar iets te nauwlettend de betreffende man of vrouw in de gaten houdt, zeggen we van. Wat je ook, dat schiet me ook al een keer te binnen, ook bij die pinautomaten buiten de wisseltruc, de babbeltruc, dat ze dus een bankbiljet van €5 laten vallen, ik noem maar wat. En dat ze dan tegen de betreffende mevrouw, meneer zegt van mevrouw, of meneer, u laat uw geld vallen. En dat die mevrouw dan weer bukt. Ja, maar om het dan heb je soms die geld nog niet uit de laag halen. Nee, bijvoorbeeld. Ja, want dat gebeurt dan weer, bij wijze van spreken. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Met andere woorden, laat je niet afleiden als je aan het pinnen bent. Als er luisteraars zijn die verbonden zijn aan kerken of andere organisaties waarbij grotere groepen mensen bij elkaar komen en ze willen een keer een voorlichtingsavond met betrekking tot babbeltrucs laten organiseren, bel mij, want samen met de toneelvereniging onder ons willen we graag zo'n avond verzorgen om de mensen bij te brengen. Hoe kunnen ze jou bereiken? Gewoon via het telefoonnummer wat in de gemeentegids staat, 0900-8844, en vragen naar wijkagent Klaas Blokland. Of kom gewoon gezellig langs het politiebureau in de Rijnstraat, een bakje koffie is er altijd en we hebben het erover. We zijn hier bij de Lange Wei, waar ze een bazaar houden en de opbrengst gaat naar? Het wordt georganiseerd door Stichting Vrienden van de Burgemeester de Boerstichting. En wij gaan van de opbrengst, willen wij een rolstoelfiets aanbieden aan de bewoners van de Lange Wei. Wij organiseren eigenlijk heel veel evenementjes voor de bewoners. Dus echt alleen voor de bewoners van de Lange Wei. En wordt zo'n bazaar vaker georganiseerd? Nee, we gaan één keer per jaar organiseren wij een bazaar. Voorheen was het altijd september en we zitten nu in het voorjaar, dus dat vinden we eigenlijk wel prettig. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld de wandelvierdaagse, wat meer een rolstoelvierdaagse is, die sponsoren wij ook. Dus de bus en de slagroomtaart, de medailles, de bloemen, dus dat doen wij ook. En wat wordt er zoal gedaan tijdens de bazaar? De bazaar, dat is het eerste gedeelte gericht op de kinderen, dus we hebben dan een roofvogelshow. We hebben de kinderbingo met het rad van een kinderbingo met verhalen. We hebben een rad van fortuin met leuke kinderprijsjes. Een springkussen, een limonadefontein. We hebben ook een rommelmarktkraam, een boekenkraam. Je kan donateur worden. We kunnen voor een ballonvaart loten kopen. En als je donateur wordt, maak je ook nog kans op een diner voor twee. Dus. En dat diner wordt hier gegeven? Dat diner wordt hier gegeven, ja. Kijk, en nu is hij heel dichtbij. En dan springt hij bij Sjobbe op de handschoen. En dan zien jullie dat Raja zijn staart en zijn vleugels helemaal openlegt. Maar hier. Hartstikke goed.
eens kijken. Die dame hier met de grijze laarzen. Hartstikke goed. Gaan we eens kijken of jij ook zo ver komt. Rennen maar, Maria. Oh, oh, en ook een applaus voor Ariane, dames en heren. Goed gedaan. Dit is een ijsvogel en wel de allergrootste ijsvogel ter wereld. Het is namelijk een koekaboera. En de koekaboera die is afkomstig uit Australië. Gaat. Dit is Eli, dat is Eiko. En ze laten gelijk eventjes horen wat hun bijnaam is. De bijnaam van deze vogeltjes is namelijk een lachende gans. En dat komt omdat deze vogels kunnen lachen als een mens. Spring maar achterop, hé. Zo, kunnen we zo door naar binnen rijden? Ja, dat kon je zelf ook wel. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je nou nog meer lokale televisie zien? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Merwe TV. En vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk onze website merweRTV.nl.